Laat ik van wal steken met een eenvoudige meerkeuzevraag. Om jullie meteen te betrekken in mijn betoog. Ik heb twee stellingen voor jullie. Jullie moeten raden welke van de twee correct is. Wel, ik heb de eerste stelling. Er is ontzettend veel ellende in de wereld. En dan stelling twee. Nooit eerder was er zo weinig ellende in de wereld als vandaag. Laten we met eenvoudige handopsteking stemmen. Wie denkt dat de eerste stelling correct is? Er is ontzettend veel ellende in de wereld. Dat gaan we gaan meteen over ellende spreken en hoe we dat definiëren. Allerlei vormen van ellende. Elke vorm van ellende die u kan bedenken. Wie denkt dat de tweede stelling klopt? Er is nog nooit zo weinig ellende geweest. Ja, ik denk dat de mensen van de tweede stelling net nog met iets meer zijn. Het goede nieuws is, er komt nog veel goed nieuws vanavond, maar het goede nieuws, wat jullie betreft, is jullie hebben allemaal gelijk. Dus het gaat niet beter met de klanken. Heb ik het eigenlijk wel nodig, als ik gewoon zo spreek? Of gewoon de andere... Ik kan ook wel met de... Ja, dat is al... Er is veel vooruit... De technologische vooruitgang is ook niet altijd even betrouwbaar. Gaat het nu beter? Is er nu überhaupt klank? Oké, dus waar waren we? Jullie hadden allemaal gelijk. Allebei de stellingen kloppen. Het was dus een strikvraag. Net zoals je hier zowel een konijn als een eend ziet. Sommige mensen zien slechts één van beide. En ons brein werkt op dusdanige wijze dat we ze eigenlijk nooit allebei tegelijk kunnen zien. Toch zijn ze er allebei. Het is eenzelfde werkelijkheid die je op twee verschillende manieren kan bekijken. En hetzelfde wil ik ook betogen vanavond over de toestand van de wereld vandaag. Het lijkt paradoxaal, maar is het niet. Er is ontzettend veel ellende en er is nog nooit zo weinig ellende geweest. Nu, de eerste stelling is waarschijnlijk minst controversieel. Zet gewoon de televisie aan, sla de krant open en de ellende slaat je in het gezicht. Iemand zei daarnet al, ja, wat voor ellende? Ik zou verschillende vormen van ellende kunnen opsommen, waar we het allemaal over eens zijn. Er is oorlog, er is armoede, er is hongersnood, er zijn natuurrampen, er is milieuvervuiling, er zijn ochtendfiles, trollen op het internet, er is discriminatie, racisme, seksisme, homofobie, transfobie, allerlei vormen van ellende, of toch in ieder geval zaken die we liever niet zouden hebben in onze wereld. Maar dan de tweede stelling, misschien minder voor de hand liggend, maar toch denk ik dat ze evenzeer klopt. De hoeveelheid ellende, hoe je die ook meet, en ik zal daar meteen een voorbeeld van geven, is de afgelopen tijd, de afgelopen decennia eigenlijk, drastisch verminderd. Nemen we armoede. Als je de definitie van de Wereldbank hanteert, dan is extreme armoede minder dan $2 per dag verdienen. Nu, daar zijn ingewikkelde berekeningen voor, correcties voor inflatie en koopkracht enzovoort. Daar zal ik u niet mee lastigvallen. Maar als je die definitie hanteert, dan zijn er vandaag 800 miljoen arme mensen. Dat zijn mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, geen beschutting tegen weer en wind, die geen medische zorgen hebben voor hun kinderen, die zich elke dag moeten afvragen, zal ik voldoende voedsel vinden, zullen mijn kinderen niet ziek worden en doodgaan. Mensen die echt miserabele levens leiden. En dat dus maal 800 miljoen. Dat is verschrikkelijk. En toch, als je kijkt naar de extreme armoede doorheen de jaren, en hier begint de grafiek in 1800, dan zie je een spectaculaire daling. Een onvoorstelbare prestatie eigenlijk. Dus tot voor twee eeuwen geleden leefde bijna 90% van de hele wereldbevolking in extreme armoede. Vandaag is dat nog slechts 9, het is ondertussen al een beetje minder, of 8%. En dat natuurlijk ondanks de enorme toename van de bevolking. Dus de verhoudingen zijn helemaal omgekeerd. Vroeger waren de arme mensen in de meerderheid, vandaag zijn de rijke mensen in de meerderheid. En de verhouding is telkens 90 versus 10 ongeveer. Kindersterfte. Ik weet niet hoeveel ouders hier aanwezig zijn. Ik ben zelf kinderloos, dus ik kan het mij misschien moeilijker voorstellen. Maar ik denk dat het een van de ergste dingen is dat je kan meemaken als mens. Een kind dat sterft. Dus stel je het lijden van de ouders voor, het verdriet, en dan van het kind zelf, en probeer dat nu in je hoofd maal 15.000 te doen. Dat is onbevattelijk natuurlijk. Je kan je dat niet voorstellen. En toch sterven er elke dag 15.000 kinderen. 15.000. Elke dag opnieuw. Kinderen hier gedefinieerd onder de 5 jaar. Maar toch
Waar moet ik naar richten, want hij doet niks meer? Ja, we zijn weer... ja, hetzelfde verhaal als daarnet. Vroeger, opnieuw rond 1800, stierven 4 kinderen op de 10, voor ze dus hun 5e verjaardag vierden. Vandaag is dat voor de hele wereld nog 4 op 100. En hier in Nederland en in België is het ongeveer 4 op 1000. Dus een onvoorstelbare daling met een factor 100. Dus een kind dat vandaag geboren wordt, heeft 100 keer meer kans om volwassen te worden. Hier zie je de daling van kindersterfte in de verschillende werelddelen. Het gaat niet overal even goed, maar je ziet wel dat de tendens in elk continent gunstig is. Dus daar de rode lantaarn is Afrika, daar in het blauw, die lijn is het hoogst. En dan Europa, dat is bijna aan de reis naar de bodem. Dus daar zie je dat kindersterfte een zeldzaamheid is geworden. Nu, je hebt je misschien al afgevraagd waarom beginnen al die grafieken in 1800? Probeer ik misschien iets te verbergen of zo? Wel, de reden is eenvoudig. Als ik die grafiek zou doortrekken, natuurlijk, hoe verder terug in de geschiedenis, hoe onbetrouwbaarder onze gegevens. Maar er zijn wetenschappelijke methodes voor om ook kindersterfte en armoede in te schatten. Maar als ik die grafiek zou verder doortrekken naar het verleden, dan zou het eigenlijk een heel saai verhaal worden. Als je kijkt naar armoede of naar kindersterfte, dan zie je eigenlijk gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis een saaie, vlakke, min of meer horizontale lijn. Af en toe, bijvoorbeeld als je kijkt naar kindersterfte, ga je een kleine schommeling zien. Als er dus een pestepidemie is, zeg maar iets, of een oorlog, waar ook kinderen sneuvelen. Dus dan zie je een kleine schommeling, maar eigenlijk door de band genomen is het leven altijd even miserabel geweest. In de woorden van mijn collega, filosoof Thomas Hobbes, het leven was eenzaam, armoedig, brutaal, beestachtig en kort of zoiets. Ik weet niet of ik heb misschien adjectieven door elkaar gehaald. Maar dus de vooruitgang is piepjong. Het is eigenlijk pas vanaf 1800 dat we zien dat onze conditie stilletjes aan begint te verbeteren. Dat is ongeveer dus hoe de grafiek van de menselijke vooruitgang eruit ziet. Hier zie je trouwens niet de toename van levensverwachting, maar de toename van rijkdom. Dit is bruto nationale product voor de hele wereld. Dat is de meest extreme vorm van vooruitgang. Dus doorheen de eeuwen zie je eigenlijk nauwelijks iets. Dus die lijn zit bijna tegen de bodem. En dan rond 1800 zie je eerst een gestage krul opwaarts en dan echt schiet het de hoogte in. De afgelopen 50 jaar hebben we met de hele wereld meer rijkdom vergaard dan in alle voorgaande eeuwen samen. Het lijkt onvoorstelbaar, maar je kan het dus nagaan en berekenen. Dus een ontzettende toename van rijkdom. En dus hetzelfde zie je voor veel van die andere grafieken. Dus bij de kindersterfte zie je dat die heel hoog ligt doorheen de eeuwen, doorheen de millennia. En dan pas vanaf 1800 zie je een gestage daling. Die grafiek die ziet eruit als een hockeystick. Ik heb onlangs samen met een aantal geestesverwanten een gezelschap opgericht. Dat heet de Bende van de Vooruitgang. Sommigen van jullie hebben er misschien al van gehoord. We hebben ons manifest gepubliceerd in de krant NRC. En het logo van onze bende is niet toevallig de hockeystick. Want dat is hoe menselijke vooruitgang eruit ziet. Een lange stok en dan een krul opwaarts. Dit zijn we trouwens. Het is een beetje een groezelige foto. Dat krijg je als je zaken te veel uitvergroot. We hebben ook een revue van de vooruitgang die we brengen op het podium. Jullie kunnen ons boeken, bendevandevooruitgang.nl. Schaamteloze promotie hier. Die ik hier ten berde breng. Kennen jullie andere mensen hier op de foto? Ik ben de enige Vlaming. Pardon? Nee, hij lijkt er een beetje op. Ja, ja, graag wel. Ja, dat is ook een zeer optimistisch persoon. Jaffe Vink, de oprichter van Letter en Geest. Weekendbijlage van Trouw. Marco Vissers, auteur van de energietransitie. Hidde Boersma en Sebastiaan Valkenberg. Nu goed, dit... terzijde. Waarom breng ik deze goed nieuwsshow? Ik zal er nu ook mee ophouden. Ik kan eindeloos veel grafieken tonen over hoe goed het gaat met de wereld. Dat begint op de duur ook een beetje te vervelen. Waarom deze goed nieuwsshow? Wel, omdat ik denk dat ik veel mensen hiermee verras. In ieder geval, toen ik voor het eerst hoorde over de armoededaling in de wereld, viel ik bijna achterover. Ik had geen idee. Niemand had mij dat verteld. Niemand had mij verteld dat de kindersterfte zo spectaculair gedaald was.
dat er zoveel minder oorlog is ook dan vroeger. Daar kan je ook allemaal grafieken van tonen. Waarom deze goed nieuwsshow? Wel, er is een grote kloof tussen de toestand van de wereld en onze kennis daarover. Daarom denk ik dat het belangrijk is om die, ja, noem het een blijde boodschap van de vooruitgang, om die eerst en vooral te vertellen. We weten niet wat de toekomst brengt. Ik heb ook geen glazen bol. Ik zal meteen nog wel iets zeggen over de toekomst en waarom de wereld volgens mij niet naar de knoppen gaat. Maar over het verleden kunnen we wel het een en ander zeggen. Het voordeel van het verleden is, het is al voorbij, dus je kan het gaan bekijken en zien hoe het zich verhoudt tot het heden. Nu, een van mijn helden, intellectuele helden, is de Zweedse arts en statisticus Hans Rosling. Wie kent hier Hans Rosling vanavond? De mensen die hem kennen, die waren waarschijnlijk minder verrast door het goede nieuws. Want datzelfde goede nieuws kan je ook lezen in het boek dat Hans Rosling geschreven heeft, Factfulness, vertaald als feitenkennis, en in de zeer druk bekeken TED-talks die hij gegeven heeft over verschillende aspecten van menselijke vooruitgang. Nu, Rosling bracht niet alleen de blijde boodschap van de vooruitgang, maar ook als een echte cijferaar probeerde hij onze kennis van de wereld en van de vooruitgang in de wereld in kaart te brengen. En hij heeft daarvoor een quiz opgesteld met 12 vragen. En daar is hij de wereld mee rondgetrokken. Overal ging hij vragen, heel eenvoudige vragen voorleggen over de toestand van de wereld, waar hij ook mensen kon vinden. Dus hoog opgeleid, laag opgeleid, dokters, ingenieurs, loodgieters, architecten, filosofen, maakt niet uit. Overal legde hij dezelfde vragen voor. En een van de vragen die gaat bijvoorbeeld als volgt. Gedurende de laatste 20 jaar is de extreme armoede in de wereld bijna verdubbeld, ongeveer gelijk gebleven of bijna gehalveerd. Nu, tenzij u net bent binnengekomen of totaal niet hebt opgelet of het ingedommeld, weet u natuurlijk al het juiste antwoord. Dus in die zin is het geen eerlijke quiz meer. Bijna gehalveerd is het enige correcte antwoord. Een tweede vraag. De mondiale levensverwachting is momenteel 50 jaar, 60 jaar of 70 jaar. Het juiste antwoord is C. Dus het meeste, het beste. Ja, ongelooflijk maar waar. De levensverwachting van een kind dat vandaag geboren wordt, wereldwijd, is meer dan 70 jaar. Hier in Europa is het zelfs 80 of 85 jaar. Dus er gaat een kloof tussen de vooruitgang van de wereld en onze kennis erover. En Rosling heeft dat bestudeerd in zijn zogenaamde Ignorance Project. Nu, hoe kan je die kloof gaan meten? Wel, als je meer keuzevragen opstelt, dan kan je daar statistiek op loslaten. Als je 3 mogelijke antwoorden hebt en er is er maar 1 correct, dan wil dat zeggen dat je dus op kansniveau scoort als je 1 vraag op 3 juist hebt. Dat is wat je statistisch gezien kan verwachten. Dat is de reden waarom we aan universiteiten ook gescorrectie toepassen, want iemand die niks weet, die zal toch af en toe eens een goed antwoord geven op een meerkeuzevraag. Nu blijkt, gek genoeg, dat mensen niet zozeer onwetend zijn, maar dat er nog iets anders aan de hand is. Mensen scoren slechter dan je zou verwachten op basis van kansniveau. Dus minder dan 33% van de mensen had het juiste antwoord op de vraag over armoede, bijvoorbeeld. En daar zijn ook weer statistieken over. Dit is het percentage van mensen dat het juiste antwoord gaf op de armoedevraag in verschillende landen. Daar helemaal bovenaan zie je Zweden, dat de beste cijfers voorlegt. 35% van de mensen gaf het juiste antwoord. Nog altijd minder dan 33. Dus nog altijd slechter dan kansniveau. België, ja, het bakt het echt wel heel erg bruin. Slechts 5% van de mensen gaven het juiste antwoord. Nederland staat er hier niet bij. En ik moet eens opzoeken of dit onderzoek ook in Nederland is uitgevoerd. Want tegenwoordig geef ik ook vaak lezingen in Nederland. Dan zou ik beter zo'n vette blauwe pijl bij Nederland zetten in plaats van bij België. Maar dus overal eigenlijk, dus hier en daar is het wat beter dan elders, maar grosso modo hebben mensen eigenlijk geen flauw benul van hoe goed het gaat met de wereld. Heeft iemand trouwens een theorie waarom Zweden hier bovenaan prijkt? Waarom het, Rosling komt uit Zweden. Rosling komt uit Zweden, natuurlijk. Ja.
U hebt goed opgelet, meneer, of u kende Rosling misschien al. Inderdaad, onvermoeibaar heeft Hans Rosling de blijde boodschap van de vooruitgang uitgedragen in Zweden. En ik vermoed dat de Zweden na een verloop van tijd wel wisten. Het is goed, Hans. Ja, ja, de armoede is gehalveerd. We weten het ondertussen. Hij is helaas gestorven. Zijn boek is samen geschreven met, denk ik, zijn dochter en zijn schoonzoon of zo. In ieder geval, dus Hans zelf is overleden aan kanker. Ja, maar ik moet ik naar daar richten? Is daar de ontvanger? Ja, oké. Dus om het een beetje aanschouwelijk te maken, stel dat je een wedstrijd zou organiseren tussen mensen, een groep mensen en een groep chimpansees. En je laat ze deze quiz afleggen. En de chimpansees, ja, die moet je natuurlijk een andere manier geven om te antwoorden. Zelfs handenopsteking is iets te lastig voor hen, denk ik. Je laat ze gewoon met pijltjes gooien naar de juiste antwoorden. Chimpansees zullen op kansniveau scoren. Af en toe zullen ze gewoon eens puur door stom toeval het juiste antwoord geven. Dat wil dus zeggen dat de meeste mensen slechter scoren dan de chimpansees. Je kan dit precies uitdrukken. Hier is een andere grafiek. 12 vragen. Vragen over armoede, levensverwachting, geletterdheid enzovoort. De chimpansees die hebben 4 op 12, statistisch gezien. Die zitten in het midden, daar zie je ze staan, in het geel. 10% van de mensen die deden het beter dan de chimpansees. Die hadden 5 of meer vragen juist. En de volle 80% van ons die wordt gewoon op een hoopje gereden door de chimpansees. Die hadden slechts 0 tot 3 correcte vragen op 12. Patrick heeft het net al gezegd. Als je mensen vraagt hoe gaat het met u, zeggen ze vaak toppie. Bij ons zeggen ze ça va. Ça va klinkt trouwens iets minder enthousiast dan toppie. Dat is dan misschien weer Belgisch om een beetje niet te hard van stapel te lopen. Maar als je vervolgens vraagt en hoe gaat het met de wereld, met de samenleving, de politiek, och meneer, het is God geklaagd. Alles gaat naar de knoppen, of de haantjes, of de kloten, of de Filistijnen. Heel veel vergelijkbare uitdrukkingen. Het gaat goed met mij, maar het gaat slecht met ons. Dat is een slagzin van de socioloog Paul Schnabel, die dus aangeeft dat we over ons eigen leven bijzonder wel goed gemutst en blijmoedig zijn. Maar als het gaat over de samenleving of over de wereld, dan zetten we onze roze bril af en dan gaan we plots gaan zwart kijken. Het is heel vreemd. Je kan dus niet zeggen in het algemeen dat mensen pessimistisch zijn. Want dus op bepaalde vlakken zijn ze net optimistisch. En voor een stuk was dat ook het onderwerp van mijn vorige boek, Illusies voor gevorderden. Positieve illusies zijn dus illusies als optimisme over je persoonlijke leven, zelfoverschatting enzovoort. Mensen die allemaal geloven dat ze bovengemiddeld getalenteerd zijn en intelligent en sociaal vaardig en wat ook allemaal. Maar hetzelfde geldt dus niet voor de samenleving. Nu, nog eens een kleine rondvraag. Wie heeft een hypothese over waar dat pessimisme over de samenleving vandaan zou komen? Hoe komt het dat wij allemaal zo negatief denken over de wereld? De media natuurlijk. Favoriete zondebok voor allerlei theorieën en hypothesen. Het is de schuld van de media. En inderdaad, er valt daar iets voor te zeggen. Ik heb het al in het begin van de lezing gezegd. Zet gewoon de televisie aan, sla de krant open en je kan je niet van de indruk ontdoen dat het gewoon de verkeerde kant op gaat met de wereld. Natuurrampen, politieke moorden, bedrijven die over kop gaan. Wat is dat daar? Smeltende ijskappen. Allerlei zaken die verkeerd gaan. Dus de media brengen vooral slecht nieuws. En het goede nieuws, daar besteden ze heel weinig aandacht aan. Je zal niks lezen in de krant over de daling van armoede of kindersterfte. Of toch bijna nooit. Goed nieuws is geen nieuws, zegt het adagio van de zwartkijker en ook wel van de media. Nu, wil dat zeggen dat er een complot is van journalisten die in een geheim genootschap samenkomen en die samen besloten hebben om alleen maar slecht nieuws te brengen, zodanig dat wij een totaal vertekend wereldbeeld hebben? Nee, dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Ik denk niet dat een goede verklaring is. Ik denk dat er dieperliggende redenen zijn waarom de media eigenlijk niet kunnen ontsnappen aan die negatieve berichtgeving. Zelfs als zouden ze dat willen, zouden we misschien gewoon zelfs de krant niet meer kopen.
Ik denk dat er diepere verklaringen zijn voor pessimisme die te maken hebben met de manier waarop ons brein werkt en ook gewoon met de manier waarop de wereld in elkaar zit. En ik heb daarvoor in mijn boek drie wetten opgesteld, de drie wetten van het pessimisme. En de eerste wet die gaat als volgt, de wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang. Vooruitgang verloopt langzaam en onmerkbaar, achteruitgang gaat in één klap en valt onmiddellijk op. Nieuws is de uitzondering, is wat opvalt, is wat ingaat tegen je verwachtingen. En nu moet je er eens op letten, maar als een gebeurtenis duidelijk afgebakend is in ruimte en tijd, je kan er een reporter op afsturen die er verslag over kan brengen, live ter plaatse, naar de studio, dan gaat het bijna zeker om een of andere ramp. Slecht nieuws valt gewoon veel harder op, dus het is veel gemakkelijker om daar nieuws over te brengen. Dit is eigenlijk gewoon pure fysica. De wetten van de thermodynamica die zeggen het is veel gemakkelijker om iets kapot te maken dan om iets op te bouwen. Iets opbouwen dat gaat traag en geleidelijk en langzaam, maar iets kapot te maken dat kan in één keer. Denk aan de daling van extreme armoede van daarnet. Het is een traag en geleidelijk proces. Er zijn maar weinig mensen die op een dag wakker worden en beseffen ik ben niet meer arm. Misschien mensen die de lotto winnen of zo, maar dat zijn de uitzonderingen. Mensen die aan de armoede ontsnappen, die doen dat heel geleidelijk. Er is ook geen magische drempel die ze oversteken of zo. Die mensen die leven ook niet op dezelfde plek. Je kan die niet gaan interviewen samen of zo. Dat is een proces dat zich uitstrekt over de tijd en ook over de ruimte. Dit ga je nooit zien op het journaal. Breaking news: wereldwijde armoede daalt. Vandaag alweer 137.000 mensen uit de armoede getild. Nochtans, geen fake news. Als dit elke dag op het journaal te zien is, of te zien was, de afgelopen 30 jaar, elke dag opnieuw, dan zou het volkomen correct geweest zijn. Als je het gemiddelde per dag berekent van de mensen die dus uit de extreme armoede ontsnapt zijn, dan kom je omgerekend aan 137.000 mensen. Maar die wonen niet op dezelfde plek. Je kan daar geen reporter op afsturen. En trouwens, om eerlijk te zijn, zelfs al zou dat wel kunnen, het zou ook geweldig saai nieuws zijn om dit elke dag in de krant te lezen en op het journaal te zien. Ik denk niet dat we nog veel zouden kijken. Nog filosofischer. Goed nieuws bestaat vaak uit de afwezigheid van slecht nieuws. En iets dat niet gebeurt, daar kan je gewoon niet over berichten. Dat is gewoon heel lastig. Dus dit ga je ook nooit zien op CNN Breaking News. Geen terreuraanslag in Gent. Vandaag ook geen verkeersdoden, roofkraken of gaslekken. Het is natuurlijk pas wanneer er wel een roofkraak of een gaslek is of een terrorist die toeslaat, dan pas zullen we erover berichten. Zolang het niet gebeurt, is het eigenlijk goed nieuws, maar het is goed nieuws dat per definitie onzichtbaar is. Het is pas wanneer er wel iets gebeurt dat het ons opvalt, waardoor we dan toch de indruk krijgen dat het de verkeerde kant op gaat. Maar er is nog een tweede reden. De tweede wet van het pessimisme die ontleen ik aan Douglas Adams. Kennen jullie Douglas Adams? Wie heeft er al gehoord van de auteur van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Science fiction cultboek, ook verfilmd. Douglas Adams schreef ooit: "Nothing travels faster than the speed of light, with the possible exception of bad news, which obeys its own special laws." Dus niets reist sneller dan het licht, behalve slecht nieuws, dat beantwoordt aan zijn hoogst eigen bewegingswetten. Vandaar de tweede wet, de wet van de snelheid van slecht nieuws. Hoe goed het ook gaat met de wereld, er zal altijd voldoende rampspoed overblijven om elke dag tijdig de krant mee te vullen. Dus niet alleen valt slecht nieuws harder op, het slechte nieuws dat zich afspeelt, waar ook ter wereld, zal ons gewoon veel sneller bereiken, dankzij de kracht van telecommunicatie en massamedia. Dat is natuurlijk een wet die enkel van toepassing is op ons moderne tijdperk. Vroeger was dat niet het geval. Als er vroeger een moord werd gepleegd, dan kwam je het alleen maar te weten wanneer het om de hoek gebeurde, niet wanneer het aan de andere kant van het land gebeurde. Als er vroeger een natuurramp was aan de andere kant van de wereld, een tsunami bijvoorbeeld, kwam je het nooit te weten. Als het vandaag gebeurt, kan je het na 5 minuten al op Twitter zien, met aangrijpende beelden van vernieling en dood. En een half uurtje later is er een speciale uitzending op CNN. Dus slecht nieuws bereikt ons gewoon veel sneller.
Nu kan je natuurlijk afvragen, ja, maar waarom besteden we er dan aandacht aan? Waarom lezen we eigenlijk al dat slecht nieuws? Waar het ons ook van bereikt? En dat heeft te maken met de manier waarop ons brein werkt. Ons brein is vatbaar voor een negativiteitsbias. Dat wil zeggen dat we meer aandacht besteden aan negatieve zaken dan aan positieve zaken. En dat schuilt al op het niveau van onze waarneming. Er is zo'n mooi experiment waarbij mensen naar een zee van blije gezichtjes kijken. En ze moeten er het ene boze gezicht uithalen. En daarna moeten ze het andersom doen. Dus een zee met boze gezichtjes, en dan moet je het blije gezicht uithalen. Het eerste gaat veel gemakkelijker. Je ziet het gewoon meteen. Het springt eruit, het boze gezicht. Negatieve prikkels vallen sneller op, maken meer indruk en ze boeien ons meer. Onze voorouders leefden in een zeer gevaarlijke omgeving. En zij waren ook bezig voortdurend met allerlei reële en denkbeeldige gevaren. Omdat je daar natuurlijk iets van kan opsteken. Als er slecht nieuws is, ja, dan, zeker als het in je onmiddellijke omgeving is, dan is dat misschien iets waar je moet over bijleren. Denk aan kijkfiles. Waarom ontstaan kijkfiles? Is dat omdat we het prettig vinden om te gaan kijken naar een verminkt lichaam of een autowrak? Dat denk ik niet. Het is niet dat we het prettig vinden, maar het fascineert ons wel, onvoorstelbaar. Dus soms hoor je, David van Rijbroek heeft dat onlangs nog voorgesteld, dat de kranten en de media eigenlijk gewoon niet meer zouden moeten berichten over terreuraanslagen. Of ze zouden gewoon heel sumier, ergens op pagina 17 of zo, omdat het terroristen vooral om aandacht te doen is, volgens hem. Nu, stel, ik denk niet dat dat realistisch is, maar stel dat de kranten die aanbeveling ter harte zouden nemen en niet meer over terreur berichten, ja, dan zouden wij gewoon een andere krant kopen. Wij willen gewoon weten dat er een terreuraanslag gepleegd is. We willen weten dat er een moord gebeurd is, of wat dan ook. Ons brein is in het bijzonder gefascineerd door negatieve zaken. Vandaar dat het slechte nieuws, waar het zich ook afspeelt ter wereld, dat er ook een markt voor is. De kranten brengen het, ze kunnen het brengen, want de technologie is ervoor beschikbaar. En er is ook een markt voor. We weten nu eenmaal dat lezers en kijkers graag over slecht nieuws lezen, zelfs al is het een beetje akelig. Dit is een grafiek van de moordcijfers in verschillende landen. Deze grafiek gaat dan een stuk verder terug, vanaf de 14e eeuw. Dit is een van die vormen van vooruitgang die al ietsje eerder begint. Nog voor de 19e eeuw zie je eigenlijk dat mensen hier in Europa bijvoorbeeld elkaar minder snel de kop insloegen. De kans dat je hier in Delft rondliep en vermoord werd op straat, bedroeg in de middeleeuwen maar liefst 100 keer zoveel als vandaag. Dus er werd veel meer gemoord vroeger dan vandaag. Alleen komen we het vandaag te weten, niet alleen als het in Delft gebeurt, om de hoek, maar ook als het aan de andere kant van het land gebeurt. En als het gruwelijk genoeg is, misschien zelfs als het aan de andere kant van de wereld gebeurt. Als het een of andere seriemoordenaar is. Dus er is veel minder slecht nieuws, er is veel minder ellende, maar het bereikt ons wel veel sneller uit alle uithoeken van de wereld. En dan, de derde verklaring voor pessimisme, is dat naarmate iets minder voorkomt, zal het des te harder opvallen wanneer het wel nog eens gebeurt. Denk ook niet aan die zee van blije gezichtjes. Hoe meer blije gezichtjes er zijn, hoe harder het opvalt als er een boos gezichtje tussen zit. Dus hoe beter het gaat, hoe harder slecht nieuws opvalt en hoe groter het schokeffect dat het teweeg brengt. Naarmate er minder wordt gemoord, gaan we er harder van schrikken wanneer het wel nog eens gebeurt. Als je in een tijd leeft waar het gewoon tot een normale gang van zaken behoort, dat er af en toe iemand wordt vermoord, dan kijk je daar misschien niet zo van op. Maar vandaag zijn we eigenlijk zo gewend geraakt aan onze veilige, geweldloze wereld, dat we des te hard geschokt zijn wanneer het wel nog eens gebeurt. Dus we worden gevoeliger voor negatieve zaken en we gaan ook onze standaarden verhogen. Bijvoorbeeld, zaken die we vroeger niet als geweld zouden zien, gaan we vandaag wel als geweld perciperen. Bijvoorbeeld verbaal geweld in het verkeer of trolling en pesten op het internet. En op zich is dat goed natuurlijk.
dat we ook gevoeliger worden voor die meer subtiele vormen van geweld. Maar het gevaar bestaat dat als je daar niet van bewust bent, dat je de indruk kan krijgen dat het nog altijd even slecht gaat met de wereld, of dat het misschien zelfs bergaf gaat, terwijl jij het bent die gewoon gevoeliger bent geworden voor allerlei misstanden. Omdat jij het bent die je morele standaarden stelselmatig bent gaan opschroeven. Vandaar de derde wet van het pessimisme, de meest stoutmoedige wet, de wet van het behoud van gezeik. Hoe goed het ook gaat met de wereld, de hoeveelheid gezeik blijft altijd constant. Mensen zullen altijd klagen over iets. En als het minder vaak voorkomt, dan zullen ze hun definitie verruimen van datgene waar ze over klagen, zodat ze altijd evenveel kunnen klagen. Wie kent nog de beroemde scène uit Life of Brian van Monty Python, waarin John Cleese de leider speelt van het bevrijdersfront van Judea. En hij steekt een vlammende tirade af tegen de Romeinse bezetter. En op een bepaald moment werpt hij de geheel retorische vraag op: "What have the Romans ever done for us?" En voor hij zijn betoog kan verder zetten, is er iemand in het publiek die zijn hand opsteekt en zegt: "Ja, de aquaducten." Ja, oké, de aquaducten, dat moet hij wel toegeven. Dat is wel goed gedaan van die Romeinen. Om eerlijk te zijn, die aquaducten moet je hen wel nageven. Maar andere mensen beginnen allerlei andere zaken op te sommen. De riolering, de irrigatie, de wijn enzovoort. En uiteindelijk vervolgt hij zijn betoog: "Akkoord, maar behalve de riolering, de geneeskunde, het onderwijs, de wijn, de openbare orde, de irrigatie, de wegen, de watertoevoer en de publieke gezondheid, wat hebben de Romeinen ooit voor ons gedaan?" Goed. Ik heb nu voldoende de spot gedreven ook met pessimisten. Zelfs, je kan nu zeggen, ja, allemaal goed en wel. Misschien klopt het inderdaad. Misschien zijn we te somber over de wereld. Misschien gaat het al bij al wel beter dan we denken. Maar is het wel schadelijk dat we pessimistisch zijn? Sommige mensen geloven dat pessimisme nuttig is. Zelfs als de wereld niet naar de knoppen gaat, is het misschien toch beter om te geloven dat de wereld naar de knoppen gaat, want dat kan dan meer aansporen tot actie. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik zou het zelfs omkeren. Ik geloof dat pessimisme en doemdenken net kan leiden tot moedeloosheid en cynisme. Stel je voor dat je gelooft dat de armoede in de wereld de afgelopen 50 jaar ongeveer gelijk is gebleven, of zelfs nog erger is geworden. Ja, dan moet je blijkbaar besluiten. Al die zaken die we hebben geprobeerd tegen armoede, al die ontwikkelingssamenwerking, al die liefdadigheid, al die programma's voor economische groei enzovoort, al die medische zorgen, die hebben allemaal niet gewerkt. Ja, als dan iemand rondkomt met een collectebus tegen de armoede, zal hij dan nog geneigd zijn om geld te geven? Nee, ik bedoel, het heeft duidelijk geen zin. Armoede is er altijd en zal er altijd blijven zijn. Ik denk net dat iemand die optimistisch is, in de zin van die kennis heeft over hoe goed het gaat met de wereld of hoeveel vooruitgang er al geboekt is, dat die net meer geneigd zal zijn om te werken aan een betere wereld. Ik geloof dat optimisme aanspoort tot dadenkracht en dat pessimisme, dus onwetendheid over vooruitgang, net leidt tot cynisme en fatalisme. Het heeft toch allemaal geen zin als je gelooft dat er nauwelijks vooruitgang geweest is in het verleden. Om de wereld te verbeteren, moet je eerst geloven dat het mogelijk is om de wereld te verbeteren. En de geschiedenis toont ons dat het wel degelijk mogelijk is. Mensen die vroeger geloofden, armoede is er en zal er altijd zijn, omdat God het zo gewild heeft misschien, die hadden gewoon keihard ongelijk. Het is mogelijk om armoede uit te roeien. We zijn al een heel stuk gevorderd en het is perfect denkbaar dat we binnen 10, 20 jaar, zo snel mogelijk natuurlijk, dat we armoede voor eens en voor altijd kunnen uitroeien. Hetzelfde met oorlog. Vroeger dachten veel mensen, ook intellectuelen, oorlog zal er altijd zijn en is misschien ook af en toe eens nodig zo, om een beetje stoom af te laten. Gezond voor een cultuur, dat er af en toe eens wat bloed vloeit, houdt mensen alert en zo. Volgens mij ook een zeer gevaarlijke gedachte. Het is perfect mogelijk om een wereld na te streven zonder oorlog. Het goede nieuws is, de mogelijkheden om de wereld te verbeteren, die waren nog nooit zo groot. Opnieuw dankzij de kracht van technologie en van massamedia en van wetenschap. Het slechte nieuws bereikt ons van overal ter wereld, maar het goede nieuws is dat we er ook echt iets aan kunnen doen. In tegenstelling tot vroeger.
En ik ben al, het is al bijna kwart na, dus ik zal een beetje voortmaken, maar ik wil kort nog een lans breken voor een filosofie die mij geweldig inspireert om de wereld te verbeteren, en dat is het effectief altruïsme. Nu, effectieve altruïsten zijn wereldverbeteraars, zo heb je er wel meer, maar het bijzondere aan deze beweging is dat ze de wereld proberen te verbeteren op een zo rationele en efficiënt mogelijke wijze. Dus het is niet alleen de bedoeling dat je naar je hart luistert, dat is uiteraard ook van belang, je moet je hart laten spreken, maar je moet ook naar je hoofd luisteren. Je moet heel goed gaan nadenken van wat is het beste dat ik kan doen met mijn beschikbare tijd en middelen. Want niemand van ons heeft eindeloos veel middelen of veel geld of veel tijd. Nee, we hebben maar een beperkte tijd en beperkte middelen die ons zijn toebedeeld. En die moeten we zo goed mogelijk proberen te gaan investeren. Dus wat gaan effectieve altruïsten doen? Wel, ze gaan kijken naar het wetenschappelijk onderzoek dat bestaat over allerlei verschillende dingen die je kan doen om de wereld te verbeteren. Dus je gaat allerlei interventies gaan onderzoeken, bijvoorbeeld interventies tegen armoede, interventies ter bestrijding van malaria of van HIV of wat dan ook. Je gaat het wetenschappelijk onderzoek daarover gaan verzamelen en je gaat gaan kijken welke organisatie kan het meest lijden verlichten, kan dus het meest goeds verrichten in de wereld met de minste middelen. Dus als je denkt aan donaties, aan goede doelen, voor elke gedoneerde euro, welke organisatie heeft het hoogste rendement? Dus je moet echt een beetje als een econoom gaan denken. Dus rendement is dan hier niet een mooie interest, maar bijvoorbeeld geredde kinderlevens. En GiveWell is een organisatie binnen het effectief altruïsme die je eigenlijk kan vergelijken met een soort consumentenbond. Dus zij heeft al het wetenschappelijk onderzoek over goede doelen verzameld en ze heeft een ranglijst opgesteld van de beste goede doelen. Dus letterlijk, er is bijna geen betere manier om 100 euro uit te geven dan ze aan een van die doelen te schenken. Omdat er echt wetenschappelijk bewijs voor is dat ze werken. Hier zie je de lijst. Het is ook een lijst die voortdurend wordt aangepast. Dat is ook het mooie eraan. Ze denken niet dat ze de waarheid in pacht hebben, dus ze zijn ook bereid telkens om hun bevindingen aan te passen in het licht van nieuw onderzoek. Het zijn niet de bekende NGO's die je hier terugvindt, geen UNICEF of Amnesty of Artsen zonder Grenzen. Die doen ongetwijfeld ook goede dingen. Maar uit onderzoek blijkt dus dat deze nobele, onbekende organisaties het nog veel beter doen. Bijvoorbeeld staat nu op de tweede plaats, maar ze heeft lang op de eerste plaats gestaan, dat is een van mijn favorieten, de Against Malaria Foundation. Die gaat muggennetten, behandeld met insecticide, gaan uitdelen in door malaria getroffen gebieden. En er zijn wel meer goede doelen die dat doen, maar zij doen het op een zeer efficiënte en doortastende manier. Ze gaan ook aan opvolging gaan doen, ze gaan heel gericht netten gaan brengen waar ze het meest nodig zijn. En ze hebben dus onderzocht dat zo'n net kost maar 1 euro. En dus als je geld doneert aan die organisatie, kan je met een relatief bescheiden som echt zekerheid hebben. Je kan zelfs volgen waar jouw netten zijn uitgedeeld ter wereld, dat je dus kinderen van malaria redt. Effectieve altruïsten die streven er niet alleen aan naar om geld goed te besteden, maar misschien ook om meer te geven. En de twee zijn wel aan elkaar gekoppeld. Als je garanties hebt dat er echt iets gebeurt met je geld, dat de wereld er een stukje beter van wordt, dan ben je misschien ook geneigd om dieper in je buidel te tasten. Er is zo'n principe, dus dat heet de Giving Pledge. Effectieve altruïsten streven ernaar om 10% van hun inkomen levenslang te doneren aan effectieve goede doelen. Dat kan zeer veel lijken, dat is het ook, als je redelijk verdient en daar dan 10% van doet. Dat zijn flinke bedragen. Je hoeft niet per se met 10% te beginnen. Je kan ook gewoon zelf je eigen doel stellen. Maar het is wel een mooi streefdoel, denk ik. Vaak als het gaat over ongelijkheid en rijkdom, gaat het over de 1%, de 1%ers. En dan denken mensen vooral aan miljardairs, mensen zoals Jeff Bezos en Bill Gates. Die zijn natuurlijk ontzettend rijk. Maar als je het mondiaal bekijkt, behoren wij bijna allemaal, ik ken u niet, maar het feit dat u in Nederland woont en
hen gemiddeld verdient, laten we aannemen, dan betekent dat eigenlijk bijna automatisch dat u tot uw 1% behoort. Dus wij zijn behoorlijk rijk en wij kunnen in principe wel een stukje van ons inkomen afstaan en er wat goeds mee verrichten in de wereld. Ik rond af met een parabel uit een boekje van Voltaire. De verlichtingsfilosoof Voltaire schreef een satirisch boekje, Candide. En in dat boek is een personage genaamd Dr. Pangloss. En Dr. Pangloss is eigenlijk een parodie op een filosoof van vlees en bloed, Leibniz. En Pangloss staat bekend voor zijn theorie dat we in de beste mogelijke van alle werelden leven. Er is geen betere wereld denkbaar. Zijn redenering is eenvoudig. God is al goed en almachtig. Dat wil zeggen, God schept de best mogelijke wereld. En als er een betere wereld denkbaar was, dan zou God die wel geschapen hebben en dat heeft hij niet gedaan. Dus leven we in de best mogelijke van alle werelden. Dat is een beetje een belachelijke redenering, beseffen we nu. En het grappige aan het boek is, dus, ja, de personages worden getroffen door de een na de andere rampspoed. Ze krijgen 1000 stokslagen, ze komen in een aardbeving terecht, ze worden gevangen genomen enzovoort. En telkens opnieuw is Dr. Pangloss daar om te zeggen, en toch leven we in de best mogelijke van alle werelden en is al het lijden dat we zien eigenlijk noodzakelijk is. Noodzakelijk omdat dat kadert binnen Gods plan. Nu zijn er sommige mensen, critici van het vooruitgangsdenken, die zeggen, ja, die vooruitgangsdenkers, dat zijn eigenlijk een beetje Dr. Pangloss-volgelingen. Die met een roze bril naar de wereld kijken alsof alles fantastisch gaat. Ik hoop dat ik u nu ondertussen overtuigd heb dat het tegendeel het geval is. Dr. Pangloss was namelijk helemaal geen vooruitgangsdenker. Nee, want hij geloofde precies dat de wereld niet beter kon worden. Hij geloofde niet in vooruitgang. Hij geloofde dat de wereld al perfect was. Hij was dus een fatalist. Ik zelf geloof dat de wereld zeer zeker beter kan worden. Al is het maar die 800 miljoen mensen die nog in extreme armoede leven. Dat is nog lang geen perfecte wereld. We kunnen daar wel degelijk iets aan doen. Er zijn ook allerlei andere problemen, nieuwe en oude problemen, die we nog moeten oplossen. Daar heb ik in mijn boek ook verschillende hoofdstukken aan gewijd. Er is het probleem van het klimaat natuurlijk. Het langste hoofdstuk in mijn boek gaat over het klimaat en mijn reden om te denken dat het misschien toch goed komt als we het ons verstand gebruiken en als we het goed aanpakken. Er is een hoofdstuk over ongelijkheid. Een hoofdstuk over de theorie dat we ondanks al onze welvaart nog altijd even ongelukkig zijn. Er is een hoofdstuk over ongelijkheid. Hoe zei ik dat al? Een hoofdstuk over racisme. Over de angst voor islamisering en omvolking. Dat is meer aan de rechtse kant van het politieke spectrum. Dus er zijn wel degelijk problemen. Ik zou er nog meer kunnen opsommen en in het vragenuurtje kunnen ze misschien nog verder bespreken. Dus we moeten wel degelijk werken aan een betere wereld. Dus ik zou zeggen, Dr. Pangloss heeft nog altijd ongelijk. We leven zeker niet in de beste mogelijke van alle werelden. Er liggen nog veel betere werelden in het verschiet. Op voorwaarde natuurlijk dat we de handen uit de mouwen steken en dat we ons daartoe inspannen. Dus onze opdracht, laten we het ongelijk van Dr. Pangloss nogmaals aantonen. En daar is mijn boek aan gewijd. En hier kan ik afronden. Dank u wel. Dank je wel, Maarten, voor voor de eerste helft. Een beetje in voetbaltermen te praten. Dat schijnt in te zijn, zeker vanavond. Hoewel, we spelen pas morgen natuurlijk. 5 minuten pauze. Een beetje kort pauze. Snel een biertje halen of iets anders. Daarna heeft alle tijd voor Maarten om het vraag te beantwoorden. Maarten, de eerste vraag. Ik kijk hiervoor. Ja, nee, als je voorzit. U mag uw vraag stellen. Ja, dat komt-ie. Een van de eerste grafieken die u liet zien was een hele steil oplopende curve. Van helemaal niks naar ineens heel erg steil. Als je denkt aan het beslag op aan de voorraden en zo, lijkt dat heel erg op slecht nieuws eigenlijk. Iets wat heel snel komt. Sorry, het beslag op? Beslag op alle grondstoffen, weet ik wat, energie. Dan lijkt het heel erg op slecht nieuws. Ja. Ik heb één grafiek, ik heb die hier uitgehaald. Die noem ik de factuur van vooruitgang. De bekendste hockeystick namelijk is niet de hockeystick van welvaart, maar is die van CO2. Als je kijkt naar de
CO2-gehalte van de afgelopen eeuwen en decennia, en zelfs millennia, dan zie je ook ongeveer een vlakke lijn met wat schommelingen en dan plots een piek naar boven. En die twee zijn natuurlijk aan elkaar gekoppeld, dus voor een heel groot stuk is de ongeziene welvaart en voorspoed die we vandaag kennen, is die te danken aan fossiele brandstoffen. Dus er zijn verschillende hockeysticks die ongeveer dezelfde vorm aannemen en ze zijn niet allemaal inderdaad om blij van te worden. Ik geloof wel, en dat heb ik in mijn boek proberen toe te lichten, in de mogelijkheid van wat economen ontkoppeling noemen. Dat wil zeggen dat je de ene grafiek kan loskoppelen van de andere. Dus dat je bijvoorbeeld kan zorgen dat de grafiek van economische groei blijft omhoog gaan, terwijl dat de grafiek van CO2-uitstoot naar beneden gaat of in ieder geval afvlakt. Dus vandaag leven we in een samenleving waar die twee grafieken zeer nauw aan elkaar vastgekoppeld zijn. Dus de economische welvaart die houdt ongeveer gelijke tred met de CO2-uitstoot. En de verklaring is eenvoudig. Ongeveer 80% van alle energie die we wereldwijd opwekken, die is afkomstig van fossiele brandstoffen. En het slechte nieuws is, er is nog niet zoveel verandering in merkbaar. Maar het is wel mogelijk om economische groei los te koppelen van bijvoorbeeld een beslag op grondstoffen. Het beslag dat we vandaag leggen op bijvoorbeeld grondstoffen als ijzererts en koper en een aantal andere metalen, is voor een groot stuk al losgekoppeld van de economie. Om een eenvoudig voorbeeld te geven, vandaag hebben we veel minder koper nodig om kabels aan te leggen enzovoort, omdat we nu in een draadloze wereld leven waar heel veel zaken gewoon mogelijk zijn, dus zonder gebruik van koper. Hetzelfde geldt voor een stuk voor papier. Dus je kan in principe economische groei hebben zonder dat je steeds meer beslag legt op grondstoffen. Er is een technisch verschil tussen absolute en relatieve ontkoppeling. Maar dus het algemene punt is, wat klimaatopwarming betreft, we hebben een manier nodig om de economische groei los te koppelen van de CO2-uitstoot. En dan, denk ik, is het op zich geen probleem dat de economie blijft doorgroeien, zolang dat je dus niet een steeds groter beslag legt op de natuur. Dus we hebben CO2-vrije of CO2-neutrale energiebronnen nodig. Goeie vraag. Goed antwoord ook, trouwens. Volgens mij was jij eerder. Nee, ik hou hem zelf vast. Ja, weet je, als vervolg op uw vorige antwoord. Ik vroeg me af of u denkt dat het mogelijk is om welvaartsgroei te hebben zonder economische groei. Welvaartsgroei zonder economische groei. Wel, het ligt eraan aan wie de vraag stelt of in welke context hij de vraag stelt. Als je kijkt naar arme landen, dan is het heel duidelijk, denk ik, dat die vooral nog nood hebben aan economische groei. Je kan dat trouwens ook gaan becijferen. Er is geen enkel land dat een bepaalde niveau van welbevinden bereikt zonder daarvoor eerst een bepaalde mate van economische groei te verwezenlijken. Dus economische groei en welbevinden en geluk die zijn ook voor een groot stuk aan elkaar gekoppeld. Dat leg ik ook uit in mijn boek in het hoofdstuk over geluk. Dus het idee dat geld gelukkig maakt, klopt tot op zekere hoogte. Alleen is het zo, en dat zie je ook, boven een bepaald niveau van economische welvaart krijg je relatief weinig gelukswinst. Dus je gelukspeil, zowel op individueel niveau als op niveau van de hele samenleving, zal niet eindeloos blijven stijgen. Dus je kan wel zeggen dat we bijvoorbeeld 50 keer zo rijk zijn als vroeger, maar we zijn niet 50 keer zo gelukkig. Dat zou ook gek zijn. Ons brein zit nu eenmaal niet zo in elkaar. Dus ik denk dat eenmaal aan je materiële behoeften bevredigd is of beantwoord is, dat er andere zaken een hogere prioriteit gaan krijgen. Dat zien we ook. Dus naarmate dat mensen een hoger stadium van economische ontwikkeling bereiken, gaan ze zich andere zaken gaan aantrekken. Bijvoorbeeld milieuvervuiling, is daar een goed voorbeeld van. Als mensen echt arm zijn, dan is het milieu het laatste van hun zorgen. Als je kinderen doodgaan, dan ben je niet bezig met de eventuele nadelen van steenkool of wat dan ook. Op het moment dat mensen wel zo'n economisch welvaartspeil bereiken, dan gaan ze zich wel zorgen gaan maken over vervuiling in lucht en rivieren enzovoort. Ik geloof, dus, ja, dat is de vraag van zelfs als we eindeloos kunnen doorgroeien,
de economie bedoel ik dan, moeten we dat dan? Gaan we daar steeds gelukkiger van worden? Ik denk dat we, net zoals dat voor de wereldbevolking geldt, dat we een zachte landing gaan meemaken. Misschien nu nog niet, maar binnen x aantal jaren of decennia. En dat we gaan merken dat, ja, dat je niet... ik bedoel, je kan gelukkig worden van één auto die je koopt, bijvoorbeeld, als het een, weet ik veel, een dure BMW is of zo. Stel dat je echt daar gelukkig van wordt. Maar je gaat niet 10 keer zo gelukkig worden als je nog 10 extra auto's komt. Dus er zit sowieso ergens een punt, dat noemen economen het dalende grensnut. Dus een bepaald punt van rijkdom waarboven eigenlijk het nauwelijks nog iets oplevert. En daar komt nog bij, dat leg ik ook uit in mijn boek, geld maakt gelukkig, maar ja, het is uiteraard niet het enige dat gelukkig maakt. Dus de belangrijkste andere gelukmakers, en die hebben heel weinig te maken met economische welvaart, is vriendschap, dus een goed sociaal netwerk hebben, vrijheid, dus in een liberaal democratie leven en het idee hebben dat je kan gaan en staan waar je wil, dat je kan zeggen en schrijven wat je wil. En ja, dan vergeet ik er nog een stuk of wat, maar in ieder geval ook immateriële zaken. Is dat ongeveer een antwoord op uw vraag? Ja. Vragen wat je wil is ook heel belangrijk. Dus ik ga naar de volgende vraag. En die 10 BMW's wil ik wel een keer testen of dat zo is, maar je mag je vraag stellen. Bedankt voor je verhaal. Ik vond het erg interessant. Je had het over hoe negatief nieuws veel meer aandacht krijgt dan positief nieuws. Nou vind ik het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van dingen die er gebeuren. Maar als ik dan de krant lees, dan word ik wel overspoeld met negatief nieuws. Hoe zou ik de balans daarin kunnen vinden om wel op de hoogte te zijn, maar niet te overspoeld worden met negatief nieuws? Ja, goede vraag. Ik geloof dus niet echt in de mirakeloplossing van kranten moeten meer positief nieuws brengen. Er zijn wel een aantal projecten. Ralf Bodelier, Nederlandse filosoof, heeft zo'n website opgericht, The World's Best News. En die brengt alleen maar goed nieuws. Maar ja, dat klinkt ook een beetje doorzichtig. Mensen vertrouwen dat dan niet. Van ja, oké, het is altijd goed nieuws. Dat is natuurlijk ook niet zo geloofwaardig. En het is ook niet zo... Ja, het bereikt een bepaald publiek van mensen die er echt naar op zoek zijn. Maar ik denk niet dat het echt ooit zal doorbreken. Dus nogmaals, kranten die het zouden proberen, die zouden waarschijnlijk afgestraft worden door hun lezers. Er is ook een meer radicale oplossing. Ik denk dat mensen van de Correspondent die pleiten daar vaak voor. Dat een beetje binnen hun filosofie past. Het is unbreaking news. Dus kijk gewoon af van het nieuws. Hou gewoon op met het nieuws te volgen, want het heeft een totaal vertekend beeld van de wereld. Dat is ook allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Het is natuurlijk inderdaad goed om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in de wereld. Ik denk... Zelf, bijvoorbeeld, heb ik een zeer matige nieuwsconsumptie. Dus ik doorblader de krant nog wel elke dag, maar er zijn heel veel zaken waar ik mij gewoon eigenlijk niks van aantrek. Zo crisissen en kleine incidentjes en opflakkeringen. Zaken die iedereen al binnen een week weer vergeten is. Ik denk dat je je moet niet volledig afkicken van nieuws, maar ik denk wel dat je een dieet moet volgen van echte, goede, beschouwende boeken die gaan over de toestand van de wereld, om zeker niet de indruk te krijgen dat het dus alleen maar de verkeerde kant op gaat. Bijvoorbeeld, ik heb daar nu nog niet zoveel over gezegd, maar als je de krant leest, dan kan je makkelijk de indruk krijgen dat de democratie op instorten staat, wereldwijd. En er zijn natuurlijk landen waar het de verkeerde kant op gaat. Maar door de wet van de snelheid van slecht nieuws en de onzichtbaarheid van vooruitgang zullen de media vooral aandacht besteden aan landen als Turkije of Hongarije of Rusland, dus waar je eerder een soort van sterke mannen ziet die dus naar de macht grijpen en die steeds minder liberale vrijheden toelaten. Dat is natuurlijk goed op zich dat ze dat doen, vanuit het idee, ja, maar daar moet aandacht naar uitgaan, daar mogen we over bezorgd zijn, dat is ook terecht inderdaad. Maar het is heel belangrijk dus dat je in het achterhoofd houdt van ja, maar al die andere landen waar het relatief goed gaat, daar wordt gewoon niet over bericht. En dus als je een algemene beeld wil krijgen van de toestand van de democratie in de wereld, dan je mag wel de krant lezen, maar je moet dus wel heel goed in het achterhoofd houden dat kranten hun redenen hebben om vooral aandacht te besteden aan de landen waar het verkeerd gaat. Dus... Ik zelf geloof ook nogal in de kracht van, als je weet
waar je biasen en je voordelen vandaan komen, dan ben je er ook beter tegen gewapend. Als je weet dat je aandacht meer uitgaat naar slecht nieuws dan naar goed nieuws, als je weet dat goed nieuws onzichtbaar is enzovoort, dus vandaar dat ik ook die wetten heb opgesteld, dan ga je misschien ook op een iets kritischer manier de krant lezen. En dus ik zou niet meteen oproepen om de krant niet meer te lezen. Ik doe het wel zelf nog altijd, een stuk minder. Maar om je gewoon in het achterhoofd te houden van kijk, dit is de logica die erachter zit. En het is gemakkelijk om je daardoor te laten leiden en om te denken dat alles verkeerd gaat. Maar in werkelijkheid staat de wereld er veel beter voor. En je kan dat trouwens ook gaan toepassen op zaken waar je dan toevallig weinig over weet. Bijvoorbeeld fijn stof of zo, of stikstof, ander. Dus daar heb ik nu geen empirische data over gegeven, maar je zou een beetje dezelfde principes kunnen toepassen en je afvragen van ja, zijn er misschien andere vormen van vervuiling waar we helemaal niks over horen, omdat ze al opgelost zijn? Inderdaad, loodvervuiling bijvoorbeeld. Was vroeger een gigantisch probleem. Vandaag lees je daar niks meer over, omdat het gewoon opgelost is. Het is onzichtbaar geworden. De verhoogde gevoeligheid heeft er ook mee te maken. Het fijn stof waar we hier van wakker liggen, als je dat vergelijkt met hoe het 100 jaar geleden was, hier in onze steden, maar hoe het bijvoorbeeld ook in China is totaal onvergelijkbaar. Dus als je nadenkt over die principes en die in het achterhoofd houdt, en je kan die ook gaan toepassen op andere domeinen, denk ik, dat is al een goede manier om je te wapenen tegen pessimisme enzovoort. Nu zijn de vragen Thanks. Kort en de antwoorden lang. Nee hoor, maar... Ja. Dus lees kranten, maar doe voorzichtig. Hier ja, met vraag. Mate. Met mate. Stel je vraag. Ja. Nou, bedankt voor je lezing. Je zei dat optimisme is goed om armoede te bestrijden en andere negatieve dingen in de wereld. Maar is het wel goed om al dat negatieve te willen bestrijden? Want als straks iedereen blijft leven, is dat heeft ook weer negatieve effecten op het milieu. Ja. Wat ook weer niet goed is. Dus waar ligt dan die balans? Dus jij gaat jezelf opofferen? Of? Ja, wie zou zich willen opofferen? Vind ik ook een interessante vraag om de wereld te redden. Maar wie wil zich opofferen? Handen. Het is wel, ja, het heeft een beetje te maken weer met die vraag over groei. Niks kan eindeloos blijven doorgroeien op een eindige wereld. Dat geldt ook voor de wereldbevolking. Het is uiteraard in de eerste plaats goed nieuws dat mensen lang blijven leven, maar het heeft uiteraard ook weer neveneffecten. Hoe meer mensen er blijven leven, hoe meer consumptie er is en hoe groter het beslag dat gelegd wordt op de natuur. Nu, ik heb nog niet zoveel verteld over overbevolking, maar... om kort te gaan, laat u niks wijsmaken door mensen die zeggen dat overbevolking het grote probleem is, bijvoorbeeld in de context van klimaatopwarming. Als je gaat kijken naar de cijfers, dan zie je, dat is trouwens ook een van de quizvragen van Rosling, ik zal ze kort samenvatten. Vandaag leven er 2 miljard kinderen. Kinderen onder de 5 jaar. Dus ik weet niet of de cijfers exact kloppen. En de vraag is, volgens demografen, onder de 15, ja, het zal dat zijn, inderdaad, anders is het niet zo geloofwaardig. 2 miljard kinderen onder de 15, laten we zeggen. De vraag is, in 2100, hoeveel kinderen zullen er volgens demografen zijn? Volgens de voorspellingen van de wereld, van de Verenigde Naties enzovoort. En je hebt de keuze tussen 2 miljard, 3 miljard of 4 miljard. En het juiste antwoord is 2 miljard. Er zullen evenveel kinderen zijn. Het zullen niet dezelfde kinderen zijn, natuurlijk. Er zullen evenveel kinderen zijn... Dat wil zeggen dat de bevolkingsgroei dus eigenlijk al zijn piek heeft bereikt. Dat ligt eigenlijk al achter ons. Als je kijkt naar dus de bevolkingstoename doorheen de eeuwen heen, dan hebben we die piek ongeveer bereikt in 1960. Toen lag het geboortecijfer van over de hele wereld het hoogst. De reden waarom dat er toch steeds meer mensen bijkomen, waarom dat de wereldbevolking nog toeneemt, heeft er niet zozeer mee te maken dat er steeds meer kinderen bijkomen, maar gewoon dat de mensen die er al zijn minder snel doodgaan. Dat is goed nieuws, maar het kan dus de indruk geven dat het nog altijd even slecht gaat met de overbevolking, maar dat is niet waar. Dus we moeten gewoon een aantal decennia moeten we dan nog uitzweten. Dus we gaan naar maximaal 9 miljard, denk 10 miljard denk ik, gaan we zelfs nooit halen. Je ziet nu al in heel veel landen ter wereld, Nederland, westerse landen, maar ook Japan, Zuid-Korea enzovoort, zie je een geboortecijfer dat al echt onder de vervangingsgraad zit. Dus we gaan naar een wereld met minder mensen. Ik denk dat ik bedoel, en demografen die maken heel betrouwbare voorspellingen. Dus ik zal niet ontkennen dat het geen nadelen heeft dat we met veel mensen leven, maar ik denk wel dat het doenbaar is.
ik denk dat de planeet dat, dat aan kan. Okay. Is dat ongeveer een antwoord? Maar ja, er valt veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar... Ik krijg een steeds beter gevoel. Ik ben ook een beetje nu de gast hier. Ik moet bij jou een beetje in de gaten houden. Je kan hier niet eeuwig blijven. Ja, dat is waar. Dus, ik moet dan ook met een trein en met dat zou ik best willen. Dus we hebben niet tijd voor heel veel vragen. Ik zag Jan Brouwer al zijn vinger opsteken. En ik luister naar Jan altijd. Dat is heel verstandig voor mij. Ik heb een simpele vraag. Het doet me heel veel genoegen om een onverbeterlijke optimist te horen. Maar heeft deze optimist ook nog ergens een hoekje waar hij heel somber over is? Dat vind ik nu eens een heel goede vraag. Waar ben ik het meest somber over? Ik denk dat de grootste uitdaging voor de mensheid voor de komende eeuw klimaatopwarming wordt. En ik ben de laatste tijd iets somberder gestemd over het klimaat, omdat ik, in tegenstelling tot zelfs sommige klimaatactivisten, geloof dat we nog lang niet de oplossing hebben die we nodig hebben. Ik vernoemde al het cijfer, dus 80% van alle energie die we opwekken komt uit fossiele brandstoffen. Dat was 30 jaar geleden ongeveer evenveel. Dus het is geweldig dat er heel veel windmolens en zonnepanelen bijkomen, maar als je het grote plaatje bekijkt en je gaat de energievoorziening voor de hele wereld bekijken, dan zijn we echt, dat is een druppel op een hete plaat. We zijn er echt nog lang niet. De economie groeit zo hard dat de hernieuwbare energiebronnen dus nauwelijks kunnen bij. Ze kunnen niet eens de groei bijhouden, laat staan dat ze dus echt het gedeelte van fossiele brandstoffen naar beneden zouden krijgen. We hebben nieuwe technologieën nodig die nog niet bestaan. Ik heb onlangs ook een stukje geschreven in de Volkskrant. Dat was voor een stuk een kritiek op Rutger Bregman, waarin ik oproep om vooral niet te veel naar onze eigen navel te staren. En dan wil ik zeggen Nederland, dat slechts voor 0,5% van de wereldwijde uitstoot verantwoordelijk is. Maar als er in China elke week een steenkoolcentrale bijkomt en er worden 300 nieuwe luchthavens gebouwd, dat is letterlijk goed, dat is wat er nu gebeurt in China, dan heeft dat ook een impact op de zeespiegel hier. Dus als wij iets willen doen aan die zeespiegel en aan die klimaatopwarming, dan moeten we inzetten op technologische innovatie. Ik noem dat in plaats van voor de eigen deur te vegen, moeten we nieuwe borstels maken. En die nieuwe borstels die zorgen ervoor dat de hele straat in één keer wordt schoongevaagd. Ik geloof nogal in kernenergie, maar ik wil daar geen dogmaticus in zijn. Ik wil niet zeggen dat alle heil van kernenergie komt. Ik geloof vooral, als je inzet op technologische innovatie, kan je niet op voorhand weten waar de oplossingen vandaan zullen komen. Dus je moet op verschillende dingen tegelijk inzetten en hopen dat er iets uitkomt. Ik denk dat... Kijk, nog één iets te zeggen. Het kan altijd, en dat risico is wel verkleind, maar is zeker niet nul. Het kan altijd zijn dat er ergens door een stommiteit een kernoorlog uitbreekt. Dus we leven in een tijdperk, dus er zijn minder kernwapens dan tijdens de Koude Oorlog, maar er zijn er nog altijd veel te veel. En met de figuren als Trump, Kim Jong-un is het zeker, ik haal ze altijd door elkaar, is het niet uitgesloten dat, met alle respect, dictators, is het niet uitgesloten dat er echt in één klap miljoenen doden vallen. Dus er is geen garantie dat al die grafieken dat die de goede kant blijven opgaan. Het kan altijd zijn dat er plots iets totaal verkeerd loopt. Dus toch een duister, donker hoekje, wel, Maarten. Als laatste opmerking zo'n beetje van deze avond. Maar volgens mij heb je je imago van optimist wel voldoende laten zien. Het nadeel van filosofen uitnodigen altijd dat ze heel veel vragen oproepen. Dat gaan we ook niet meer doen, denk ik. We gaan gewoon mensen die met een afgerond verhaal uitnodigen. Dan scheelt dat hoop vragen. Want we kunnen nog even doorgaan, maar we hebben gewoon iets praktisch. Jij moet helemaal terug naar onze zuidenburen. Maar mag ik namens de hele groep spreken? Veel dank voor je uiteenzetting. Graag gedaan. En voor je enthousiasme. En hier in Nederland krijg je applaus voor, wist je dat? Dank u. Thank you.